Versneld internet is geen vraag meer, nee, het is een must, als je tenminste als ondernemer wilt overleven. De economische dobber van Overijssel heet internet, zou je kunnen zeggen. En toch beschikken zoveel bedrijven nog altijd niet over een snelle verbinding op de digitale highway. Heel veel dataverkeer gaat over internet. Bovendien hebben wij een tweede vestiging in Zuid-Holland, waar we een gekoppeld automatiseringssysteem mee hebben. En dan heb je gewoon capaciteit nodig. Bovendien hebben we sinds 2 jaar een webwinkel. En ook daar ben je snel internet bij nodig. De webwinkelklant heeft gewoon geen geduld. Die wil met een paar seconden wil hij op je site zitten. Heb je dat niet, dan is hij bij een ander. Dus snel internet is voor ons ongelooflijk belangrijk. De politiek moet zich volgende week uitspreken of en hoeveel geld in snel internet voor de buitengebieden wordt gestoken. Wat opvallend is dat naast de snelheid nu ook duidelijk is geworden dat zowel burgers als ondernemers in het buitengebied bereid zijn een bijdrage te leveren. En dat vind ik de grote winst van de discussie die ik begonnen ben. En vervolgens terecht dringt men aan op snelheid, want ik vind dat er geen kloof mag ontstaan tussen de stedelijk gebied en het buitengebied. En het buitengebied heeft gewoon snel internet nodig, laten we die term hanteren. En ja, daar speelt alles rond de Europese staatszone een rol. Het moet goed gebeuren, het moet binnen de staatssteunkaders gebeuren en het moet snel gebeuren. Het is een bedrag van ongeveer 56 miljoen. Ik vind dat dat op een verantwoorde manier uitgegeven moet worden. En dat je ook waarborgen moet hebben dat naast het uitgeven van het geld, dat er ook daadwerkelijk 40.000 aansluitingen in het buitengebied gerealiseerd worden. Ik heb geen discussie over 2 jaar dat we moeten constateren dat we misschien 5.000 aansluitingen hebben gehad en dat we wederom een discussie krijgen over 35.000 aansluitingen. De discussie over breedbandinternet loopt al 12 jaar. Ondernemers vinden dat het allemaal veel te lang heeft geduurd. Op dit moment zijn ondernemers op het platteland niet aangesloten op snel internet. En dat betekent dat zij niet zo snel verbonden zijn met de wereld. En het gebeurt op dit moment natuurlijk in de wereld. Voorbeeld ook ondernemers die snel internet nodig hebben om boekingen te doen, bijvoorbeeld op een camping. Of een folder te versturen. Er waren ook voorbeelden van vanavond waarbij we aangeven dat het heel belangrijk is dat ondernemers aangesloten zijn op snel internet. Het uitstellen van een besluit betekent miljoenen aan omzetverlies en dwingt bedrijven om zich van het platteland naar de stad te verplaatsen. Sommige bedrijven nemen het heft in eigen hand. Wij hadden gehoopt dat de provincie Overijssel daar snel met geld zou komen. Daar leek het ook op. Hè. Er is steeds over 60 miljoen beschikbaar gepraat. Maar ja, het komt maar niet en er wordt maar over vergaderd. En wij konden niet langer wachten. Wat heeft u gedaan? Om het op te lossen hebben wij een mast gezet. En in samenwerking met een collega-ondernemer die in het dorp zit, graansilo van de firma Feijen, daar halen wij het signaal vandaan. En dat brengen wij via een transponder hier naartoe over ongeveer 4 kilometer. Dat is een flinke investering, kan ik me voorstellen. Ja, dat is zeker veel meer dan een gewone glasvezelaansluiting. Maar het is ook zonde. Maar wij weten niet waar we op wachten, gezien de behandeling van een en ander. Ja, je leidt schade met je zaak als je er niet op inhaakt. Het is een slecht voorbeeld, dat begrijp ik ook wel. En zo moet het natuurlijk niet. Maar wij hebben nu snel internet en daar ging het ons om.